Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate voor vandaag. 31 mei zelfs, 2016. Dit is het bulletin van dinsdag. In grote delen van Duitsland zijn sinds dinsdag 31 mei de eerste televisiezenders in HD-kwaliteit via de ether te ontvangen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de zogenaamde DVB-T2-standaard, die de huidige DVB-T-standaard opvolgt. Momenteel zijn er 6 tv-zenders in HD te ontvangen, zo meldt de website radio.nl. Het bedrijf Media Broadcast verwierf eerder een licentie voor het uitzenden van digitale ethertelevisie via DVB-T2. De zenderexploitant wil nu televisie gaan aanbieden onder de naam Freenet TV. De afgelopen weken zijn 36 zendmasten aangepast om de uitzendingen in 18 regio's mogelijk te maken. Dinsdag zijn de officiële testuitzendingen gestart van Freenet TV en zijn de eerste 6 televisiezenders in HD te ontvangen in grote steden als Bremen, Hamburg, Berlijn, Stuttgart, München, Frankfurt en nog een heel aantal. ARD en ZDF zijn vrij te ontvangen. Voor de overige zenders is een smartcard nodig. Het eerste jaar is deze gratis. Daarna moet er een abonnement worden afgesloten. In tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden is Freenet namelijk niet gratis, maar abonneetelevisie. Net als Digiterne in Nederland. En dat zal even wennen zijn voor de Duitsers, want de uitzendingen in de oude DVB-T-standaard onder de naam Überall Fernsehen zijn gratis te ontvangen. Deze uitzendingen worden overigens gefaseerd stopgezet. De reden om juist nu met HD-televisie te starten is het EK voetbal dat eind volgende week begint. Vrijwel alle wedstrijden worden live door ARD en ZDF uitgezonden. Om de uitzendingen in DVB-T2 te kunnen bekijken is wel een nieuwe ontvanger nodig of een geschikte televisie. Tot en met eind 2018 wordt de dekking van DVB-T2 verder uitgebreid. Ook in Nederland gaat op termijn overgestapt worden naar DVB-T2. Deze zomer worden de frequenties voor digitale ethertelevisie, momenteel gebruikt door KPN voor Digiterne, geveild. Uiterlijk 2020 moet zijn overgeschakeld op de nieuwe standaard, aldus de site radio.nl. Vanuit China is gisteren maandag dus, 30 mei, een Argentijnse satelliet gelanceerd. Deze satelliet heeft een UHF-VHF-transponder aan boord en een sterk baken op 436 MHz. Er staat niet iets achter vermeld, dus ik ga ervan uit dat dat de frequentie is. Eerder werd al een zustersatelliet gelanceerd met een baken op 437 MHz. De nieuwste CQPA is momenteel gratis van vrza.nl te downloaden. Verder is er een nieuwe CQDATV uitgekomen. Onderwerpen daar zijn onder andere een VSWR-tool voor ATV op 23 centimeter, teletext editing software, de International ATV Meeting in 2016 en de Raspberry Pi Zero Very Simple Color Bar Generator. In deel 24 van de serie over antennes gaat het over antennes die je wilt camoufleren, de zogenaamde stealth-antennes. Tegenwoordig soms een must met alle tegenstand die je bij de plaatsing van antennes kunt ondervinden. Een voor de hand liggend object is een vlaggenmast of een vlaggenstok te gebruiken. Als je tenminste geen binnenantenne wilt proberen, want voor plaatsing binnen of op balkon heb je doorgaans geen toestemming nodig. Uitzonderingen daar gelaten. Vooral in de VS, waar vanwege een diepgeworteld patriotisme er zelden bezwaar bestaat tegen een oversized vlaggenmast, is het gebruiken van grote vlaggenmasten, van hout of nog beter glasfiber, met een verstopte antenne erin vrij populair. Het gebruik van dun draad kan soms ook heel succesvol zijn, hoewel dat bij de buren toch al wel snel opvalt, zo heb ik zelf gemerkt toen ik mijn 2 draadantennes van 1/3 mm dik ophing en 2 dagen later bij de buren aanbelde of ze daar bezwaar tegen hadden. Toen bleken alle buren binnen zichtbereik de antennes op 1 meter of 4 hoogte al opgemerkt te hebben. Nog dunne draad is ook mogelijk, maar dan wordt het wel erg kwetsbaar, zodat je het vaker zult moeten vervangen. Het is een beetje een open deur opmerking, maar als je in je tuin objecten hebt waarmee je door plaatsing de antenne vanaf straat minder snel kan laten opvallen, is dat soms ook al genoeg. Nadeel is dan dat de antenne ergens achter soms ook voor het hoogfrequentveld onzichtbaar is. Een leuke constructie vind ik zelf verder voor VHF om met draden op een venster te experimenteren. Het is niet echt een buitenantenne, maar ook niet echt een binnenantenne. Maar met name als je op een flat woont op enige hoogte kan het erg goed werken. Als het raam een openslaat raam is, kun je er eventueel ook nog iets mee uitrichten. Met name een enkel quad- of delta-loop element leent zich voor een dergelijke constructie erg goed vanwege de relatieve ongevoeligheid voor andere objecten in de omgeving. Hetzelfde kan overigens ook voor een HF-draad als je bijvoorbeeld een niet te lage houten schutting hebt. Wanneer je de draad langs de binnenkant van de schutting spant, zal er niet snel iemand een antenne in herkennen. Met name voor ontvangst kan zoiets toch bijzonder goed werken. Het wordt voor zenden niet snel een echte DX-antenne, maar voor zenden op korte en middellange afstand gaat het hoogstwaarschijnlijk ook gewoon goed.
Denk nog even, vanavond is het vanaf 20:30 de D-Star-ronde op XRF088B via D-Star, maar ook via DMR te beluisteren. Daarnaast kun je de ronde meeluisteren en terugluisteren via de website van Frans, PD4 Fox Mike Juliet. De website is pd4fmj.nl. Om te luisteren kun je bovenaan op het tapje klikken. Daily Minutes zijn dagelijks om 1900 uur te beluisteren op PI2NOS en 's ochtends om 10:30. Aanvullende informatie bij de uitzendingen is te vinden op www.pa0ete.nl. Mail verder gerust je tips, commentaar en desnoods prietpraat naar x@xdv.me. Nou, dat weten we dan ook weer. Ja, interessant. En straks het journaal weer. Ja, dat moeten we niet missen. Heb je zin in koffie? Ja, lekker. Oké, ga jij maar even zetten dan.